Nou, ga lekker in de woonkamer zitten. Ik weet even niet waar, maar goed. Hallo allemaal, ik ben vandaag met mijn nieuwe Maria Callas zonnebril. Op weg naar de laatste barbecue in het oude huis van Martijn en Bram. Want Martijn en Bram zijn helaas uit elkaar. Het huis waarin ze wonen is verkocht. Martijn was wel ergens anders. Bram heeft nu een eigen nieuwe plek. En we gingen natuurlijk altijd met z'n allen barbecuen bij hun thuis. Het was een beetje een soort van onze hangout. Maar ja, dat gaat even niet meer. Dus dit is de laatste barbecue in het oude huis. Met dokter Bram dus. Ja, het voelt een beetje, soms een beetje alsof we gescheiden ouders hebben, weet je wel. Dus ja, goed. Dus het is eigenlijk de laatste keer dat we hier naartoe gaan. Maar ja, daarna is het weg. Dus het voelt een beetje gek, maar ook wel weer, weer een soort van einde van een tijdperk. Maar er komen natuurlijk ook weer hele leuke tijden aan. Nou goed, dus dat. En ik heb iedereen al heel lang niet gezien. Dus ik vind het ook wel leuk om even natuurlijk bij te praten en zo. En lekker te eten. Oké, okay, goed. Hey, doen jullie leuk dezelfde kleurtjes aan? Ja, dat zit meer zalm op. Matchy. Hi. Hallo. Dit is een lekkere korte koep, zeg. Ja, ik heb een nieuw lookje. Staat je goed? Dank je. Zo. Ha. Ja, gek hè? Hoor dit. Ja. Heel jong voor telefoon. Word ik er jong van? Ja. Ja, misschien ook omdat ik geen baardje heb. Oh, ja. Maar je video viel ook op. Het is echt, 16 keer. Heel dood. Nou. Lekker shampoo pot gehad om te vieren. Yes. Dus, God, hij heeft een verhaal verteld. Helemaal weer vergeten. Maar heel bijzondere wijn. Oh, nou kijk dan. Heel bijzondere champagne. Nou, ga lekker in de woonkamer zitten. Ik weet even niet waar, maar goed. Zoek het maar uit. Ik heb hier de tas van het zo. Ja. Zit hij niet al bang? Ja. Gek, het is een beetje zo. Toch een beetje alsof je uit je ouderlijk huis gaat. Ja. Woorden heb je ook niet echt meer. Oh ja. Er had nog een beetje over nagedacht. Het is een hele bijzondere champagne. Zei de man van de winkel. Dan denk ik gelijk, dit is niet te drinken. Maar hij zei dat het ook nog heel lekker te was op de winkel. Dus. Oh! Skrok. Dit is onze laatste avond in het huis. Ja. Bij onze ouders. In het huis. Ze voelt het wel een beetje. Ja, toch? Ja, misschien kunnen we nog een keer aanbellen en vragen. Mag ik even naar de kinderkamer kijken? We hadden vroeger vrienden die hier woonden. Heb jij nog je ouderlijk huis? Als in waar je ouders. Ja, ja, zeker. Waar ik ben geboren. Oh, echt? Dat is erg wijs. Letterlijk. Ja. Ja. Ik heb dat niet meer. Ach. Ja. Jammer. Maar goed. Wat is jouw beste herinnering aan het huis? Nou, misschien dat wij die spacecakes hebben gegeten. Laten we daar even naar kijken. Ja, dat is wel een goed momentje. En we gaan delen, toch? Nee, je gaat toch één per persoon? Die is flauw. Je ruikt het wel gelijk. Moet je een stukje? Nee, je moet hem helemaal eten. Ik heb mijn armen niet meer. Ik pak hem uit de koelkast bij de Lexel. Jongens, we zitten in de lachtek. We komen er niet meer uit. Zo cliché drugsgebruik dit. Ja. Voel ik het al? Ja. Ben je stoot? Nou, ik denk het wel. Dat was wel een even moment dat ik hier Escher tekeningen zag. Spoegend boven op het kamertje waar de overhoop op een gegeven moment. Dat was niet zo. Dat jij toen de volgende dag nog moest spelen? Oh ja, teken in Carré. En echt de beste voorstelling van je leven speelde. Ja. Ja, dus ik gewoon zo graag naar huis wilde, dus de nood was hoog. Het ging op leven en dood. Nee, dat ging niet goed. Dat was niet goed. Nee. En gewoon alle avonden die we hier aan tafel snoep hebben zitten vergeten, toch? Nou, ik hoop dat er wel 2000 kilo snoep doorheen is. Ja, inderdaad. En dat en airfryer snacks. Het is wel goed voor de lijn dat dit huis er niet meer is. Ja, precies. Ja. Nou, je weet natuurlijk niet. Want we hebben al bij Martijn gezeten. Daar, die heeft natuurlijk de airfryer. Ja, ja. Wat ga jij dan missen? Wat ga ik missen? De overdadige kerstversiering. Ja. Dit jaar. Ja, gewoon de gezelligheid. Maar gelukkig komt het wel weer terug. Daarom. En een tweevoud, hè?
Ja, inderdaad. Ja, we zijn echt het soort kinderen van gescheiden ouders. Ja, ja, ja. Had je al de twee carnavalsdozen gefilmd? Nee, ik vind het de prioriteiten vind ik zo mooi. Carnaval, carnaval, snorkelen. Moet je misschien even zeggen, we gaan namelijk nu naar de trut toe. Dus, oh ja. Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.